Zondagmiddag 12 mei vindt in het Roze Spierhuis Theater in Laren alweer de laatste Bart's Boekenclub van dit seizoen plaats. Maar nu ook weer bijzondere en leuke gasten. Zo ga ik in gesprek met Suzanne Smit over haar nieuwe roman Alles wat beweegt. Het is het aangrijpende levensverhaal van de beroemde Amerikaanse danseres Isadora Duncan, die aan de Nederlandse kust een van de grootste omwentelingen van haar leven meemaakt. Historicus Bas van Benda-Beckman is de gast om te praten over het meesterwerk Het kleedje voor Hitler. En hierin onderzocht hij de bijzondere geschiedenis van zijn Duitse adellijke familie en hoe die in de ban raakte van het nationaalsocialisme. Natuurlijk is de muziek dit keer verzorgd door conferencier en chansonnier Ken Bezuijen en hij zal liedjes van Wim Zonneveld spelen. Dat en nog veel meer in het meest intieme theater van het Gooi. Kaartjes zijn te koop via onderstaande website en ik kijk heel erg uit naar je komst. Want Bart's Boekenclub, ook leuk als je niet kan lezen.